Hey Rob, goedemorgen. Gefeliciteerd. Dankjewel. Hoe oud ben je geworden? Jong bedoel ik. Jong, ja. 70 lente jong. Oké. Hey, Rob, volgens mij heb je ons ook een belangrijke mededeling te geven. Ja. Vertel. Ondanks de 70 lentes komt ook de dokter wel eens aan huis. En dat is bij mij in juli voor de tweede keer eigenlijk gebeurd dat ik opgenomen ben in het ziekenhuis met artritisbestoornis. En dat is niet fijn. En dan kan je twee dingen doen. Dan kan je bagatelliseren, negeren, maar je kan ook een conclusie trekken. Wat ik altijd gedaan heb op mijn verjaardag is mezelf 3 vragen stellen. Wil ik het nog? Kan ik het nog? En is er nog vraag naar mijn werk? Nou ja, die twee die ik wil en ik heb er zin in, ik zou het willen en ik zou het ook geestelijk aankunnen. Maar de derde vraag is een nee. Dus ik stop dus met al mijn LinkedIn werkzaamheden als verbinder en als influencer. Wow! En, dat is voor mijzelf best wel een heavy beslissing. Wat ik wel fijn vind, dat ik iemand gevonden heb die mijn nalatenschap, mijn legacy wil overnemen. En wie is dat? Robbert Schuringa. Robbert Schuringa, ja. Een fijne jonge knul, geen driftige knul, communicatie studeert hij binnenkort af. En die neemt het van mij over op zijn eigen wijze. Hij is geen Rob Mes, Robbert Schuringa. En ik vind het heel fijn dat hij, de mensen die nu baanzoekend zijn, opdrachtzoekend zijn, studenten, stagiairs, dat hij dat van mij overneemt. Opdat ik mijn rust kan gaan pakken en pensionado dingen meer kan gaan doen. En dat geeft ook voldoening. En heel even technisch, stop je per direct of hoe ziet het er verder een beetje uit de komende tijd? De beslissing heb ik dan nu per direct genomen, maar je kent hem ook een beetje, ik wil wel netjes afronden. Ja, begrijpelijk. Geen bosseentjes, geen rafeltjes. Dus ik verwacht medio september dat al die rafeltjes opgelost zijn, dat er een reply op mijn Gmail staat, dat mijn profiel aangepast is. Bedrijfspagina, wat ga je daarmee doen? Die stop ik. Dat heeft geen die gooien we eruit? Die gaan we er helemaal uitgooien. Duidelijk. En, mijn profiel blijft in stand. Dus mensen zijn er nog niet van af. Ze blijven van me horen. En ik blijf alles volgen. Alleen, het moet een paar rondjes minder. Ja, duidelijk. Rob, bedankt voor het nieuws en voor de afgelopen 7 jaar dat je iedereen LinkedIn Nederland ontzettend geholpen hebt. Maar bovenal een hartstikke goed en wijs besluit. Dankjewel. Tot ziens. Graag gedaan. Tot ziens.